ben Pamelie Tijdhof. Ik woon hier samen met mijn man en drie kinderen in de Aagje Dekenstraat. Het is een hele leuke wijk om te wonen. Het is makkelijk bereikbaar. Het zijn leuke huizen en vooral een hele leuke sfeer in de wijk. En hoe is het buitenspelen voor uw kinderen? Ja, het buitenspelen is heel leuk. Hiervoor hebben we een heel leuk plein waar mijn zoontje en mijn dochtertje eigenlijk altijd spelen. Ze noemen dat het Wilde Woestenbos. En ze zijn eigenlijk altijd boomhutten aan het maken en buiten aan het spelen met alle kindjes van het plein. Wij zitten zomers vaak aan deze picknicktafel. Dan gaan we gewoon lekker naar buiten om lekker gewoon hier aan het plein te picknicken. En dan spelen onze kinderen ook weer bij. Het is wel eigenlijk een soort ontmoetingsplek geworden voor de plein. We zitten daar vaak gewoon als gezin. Maar dan worden we gelijk al aangevuld door allerlei andere mensen komen dan aanlopen. En voor het weet zitten we met een aantal buren lekker koffie te drinken met elkaar. En spelen de kinderen lekker buiten. Op dat het aardig druk was hier binnen. De buurvrouw was er en de oppas. Nou, aan deze keukentafel worden eigenlijk best wel leuke ideeën die wij hier in Spangen hebben uitgewerkt. Aan deze tafel is ook het oude initiatief geboren. Maar er gebeuren ook andere dingen. Ik ben nou weer met iemand aan het plein bezig, Nini, om een huiskamer in Spangen op te zetten. Ik probeer eigenlijk altijd mee te doen als bewoner, mijn steentje bij te dragen. Wat voor werk doet u? Ik ben kwartiermaker van beroep. Dat is eigenlijk het opzetten en inrichten van projecten. En per 1 januari ben ik hier gestart als kwartiermaker in Spangen. Ja, wat houdt dat in? Dat project houdt in, wat ik al zei, om de actieve gemeenschap die er hier in Spangen is, alle initiatieven die er al zijn en die er al lopen, om die initiatieven met elkaar te verbinden, om die te versterken, maar vooral ook zichtbaar te maken. Want er gebeurt eigenlijk heel veel in Spangen, zijn heel veel leuke initiatieven, zijn hele leuke actieve bewoners. Alleen, het is allemaal nog niet zichtbaar. We kampen nog steeds heel erg met een oud imago dat Spangen staat voor overlast, dat het een probleemwijk is. Terwijl Spangen eigenlijk heel erg vernieuwend is en heel veel leuke creatieve mensen en ondernemende mensen kent. Tekstschrijvers, dat zijn mensen die leuke ideeën hebben, dat zijn mensen die coachen, maar dat zijn ook mensen die gewoon heel praktisch al jarenlang hier in de wijk wonen en gewoon heel actief zijn. En we zijn ons aan het verenigen in dat initiatief en ik ben voor 2 dagen in de week aangesteld om dat project verder vorm te geven. We hebben nu ook een bureau opgericht, althans we zijn dat aan het oprichten en vanuit het bureau worden ook stageplekken aangeboden om al die activiteiten die hier in de wijk zijn zichtbaar te maken. En per vandaag is Kamal begonnen als stagiaire. Hij gaat een aantal projecten vanuit Spangen verder opzetten. Wat is het doel van uw project? Het doel van het project is om eigenlijk de ware identiteit van Spangen te laten zien. Dus Spangen te laten zien zoals het echt is. Om de projecten en de initiatieven die hier in de wijk plaatsvinden, om die ook zichtbaar te maken. Het is de bedoeling dat het bureau een plek echt midden in de wijk krijgt. Een herkenbare plek waar mensen ook het bureau makkelijk kunnen vinden. Het gevoel van mijn kinderen die ligt hier achter. En vaak zeg ik tegen mijn kinderen, willen we via Sparta lopen? Mijn Spangen is een meerjarenproject. Over 10 jaar zie je de vernieuwingen die we nu in gang zetten, die zijn dan gewoon zichtbaar. En het is mooi dat we de initiatieven nu al kunnen volgen en kunnen laten zien. En dat is wat we met Welkom Spangen willen doen. Ik ga mijn kinderen zo ophalen, gaan we gelijk door naar de nieuwjaarsreceptie van Duo 2002. Wordt gegeven op de andere locatie. Nou, is dit ook nou een beetje mijn plek in Spangen voor jou? Dit is mijn plek in Spangen, ja. Ja. Ik heb echt het gevoel dat ik hier woon en leef. Mijn kinderen gaan hier naar school. Mijn kinderen gaan een stukje verder naar de knutselmiddag. We zitten zondag op de tribune bij Sparta. Dit is mijn wijk, mijn Spangen, ja.